Bevalt mijn Elinchrom ELB 400 na lang gebruiken nog steeds? Ik ga het je vertellen. Weer een nieuwe video van mij in het Nederlands. En vandaag ga ik laten zien waarom dat ik echt zweer bij mijn ELB 400 zet. Want ik heb hier best wat video's mee gemaakt en ik merk dat ik heel veel vragen krijg van mensen waarom ik het gebruik. Ik ben vandaag bij Fotoflits in Nederland. Ik word niet gesponsord door ze, maar de koffie is hier prima en de mensen zijn aardig. Dus ze waren zo cool dat ik hier mijn video mocht opnemen. Waarom ik de ELB 400 gebruik? Primaire reden, super licht. Ik had vroeger sets van Hensel met loodaccu's en zo. Maar ik sjouw 3 van die sets soms mee op locatie en dan wil ik gewoon makkelijk kunnen rijden, sjouwen, bos in, locaties toe. Zonder dat ik onnodige kilo's aan meuk meeneem. Dus eigenlijk ging ik voor een set die super licht was. Maar de set heeft me eigenlijk veel meer gebracht dan puur het lichte werken. En wat die dingen zijn, ga ik nu uitleggen. Ja, primair ding dus, hij is echt licht. Dit is de complete unit met de accu eronder, de generator erbovenin. De kabels zijn lekker dun en wat ik echt super lekker vind is het gewicht van de flitskop. Flitskoppen zijn super licht. Het stelt eigenlijk bijna niks voor als je het zo ziet. Maar het heeft gewoon een pensvermogen waar je bang van wordt. En het grote voordeel daarvan is als ik een boomstand heb staan met 1,5 meter over de as de flitskop. Kan ik er nog gewoon een grote softbox opzetten of een paraplu zonder dat het heel zwaar wordt. Je hebt andere merken waar de accu's in de kop gebouwd zitten. Dat vind ik onhandig, want ik wil niet veel kilo's boven een boomstand hebben staan. Dus weinig gewicht aan het uiteinde van de boomstand, waardoor je vaak niet eens een contactgewicht nodig hebt. Of je hangt gewoon deze in de pilaar en dan ben je gewoon klaar. Licht, makkelijk, klein, compact, overal goed te gebruiken. Super relaxed werken. Zijn we meteen bij een ander voordeel van de kleine flitskopjes. Doordat de flitsbuis helemaal op de kop ligt, heb je een lichthoek van 180 graden. Dus als je hem in een softbox, in een softlighter, waar dan ook in gebruikt, de hele lichtvorm wordt aan de binnenkant omsloten door licht. Er zijn ook merken die hebben er zo'n kapje in gebouwd. Dus dan heb je altijd licht wat één kant op gaat. Maar bij de Elinchrom set heb je dus alle kanten op licht, waardoor je lichtvormers veel efficiënter en mooier worden. Wat voor mij een groot voordeel is. In de flitskoppen, let op, uitgebalanceerd daglicht ledlamp. Dus voor de mensen onder ons die ook wel eens een leuk backstage videootje willen maken of gewoon daglicht ergens willen bijschijnen. Er zit een ledlicht in die gewoon daglichtkleur produceert. Het is misschien niet super sterk, maar in 99% van de gevallen kan ik er prima mee uit de voeten. Weer een voordeel. Wat ik ook heel relaxed vind, is dat je gewoon de kabels van de flitskoppen kan halen. Dus je zit nooit met kabels vast aan een flitskop, waardoor je de flitskop mooi kan opstoppen, maar dat er altijd nog zo'n frot aan kabel aan zit. Dus ook dat vind ik een groot voordeel. Volledig losse kabels vanaf de generator tot aan de kop. Het super speerpunt waar ik heel blij mee ben, is dat ik op mijn Nikon camera, maar dat kan ook op Canon, Sony, Fuji, bijna alle merken nou tegenwoordig. Door de high sync speed kun je tot 1/8000ste triggeren. Dat betekent dus, als het buiten in juni om 2 uur zon bovenaan hemel staat, kun je gewoon op 1/8000ste op f2.8 schieten en kun je gewoon de zon wegkrijgen. Vroeger dacht ik, ik heb daar mijn Hensel set van 1200 joule voor nodig, omdat je de zon wil overpoweren. Maar doordat ik nou op 1/8000ste kan triggeren, kan ik met 400 watt seconde hetzelfde effect krijgen en efficiënter, omdat ik op een mooie, dunne, scherpe diepte kan zitten met veel minder vermogen. Dus dat is echt een enorm pluspunt. Ik zal een foto weer inposten waarin je ziet dat ik met mijn blije kop een sprong maak op 1/8000ste in juni. Ook heel lekker is dat je gewoon heel ver terug kunt in je vermogen. Want heel veel sets kunnen wel veel vermogen outputten, maar dan kun je niet zo heel ver terug in je vermogen. Hier kan ik gewoon terug tot 7 joule, dus 7 watt seconde. En dan kun je ook heel lekker snel mee werken. Weet je, je kan terug naar heel weinig vermogen, net of je een speedlight ergens neerzet. Als je daar nog iets van een softbox overheen gooit, kun je zoveel licht wegnemen dat je heel zachtjes kunt invullen. En gewoon snel, dat is echt geweldig. Dat is gewoon van 424 watt terug naar 7 watt seconde. Dat is echt een hele fijne range om in te werken. Zou je terug willen naar nog minder vermogen, kun je gewoon een langere kabel inprikken en dan verlies je weer licht. Dus dan kun je naar onder de 5 watt seconde toe. Wat ook trouwens een groot voordeel is,
het display geeft precies weer hoeveel wattseconden je koppen uitsturen. Dus je ziet echt tot op de wattseconden nauwkeurig wat je doet. Wat ik trouwens ook een geniale toevoeging vind aan de ELB is, normaal gesproken als je een kop bijprikt, dan krijg je je balans. Dus dat je 1/3 van het vermogen naar de ene kop gaat en 2/3 naar je andere kop. Maar vaak moet je dan een beetje op de tast bijplussen van hoeveel moet ik hem nou extra zetten om de eerste kop evenveel vermogen te laten geven. Maar bij de ELB is het heel prettig, want stel ik heb kop A ingesteld op 3.6 en ik prik er een tweede kop bij, dan zie je mooi dat kop A nu op 3.0 staat. En dan kun je hem precies weer op 3.6 zetten om hetzelfde vermogen uit te sturen naar kop A en dan kop B puur extra te laten verlichten. Dus als ik hem hier weer eruit haal, dan weet ik dat ik weer zo makkelijk terug naar 3.6. En dat zijn voor mij echt toegevoegde waarden, omdat je gewoon consistent wil zijn in je licht. Ook heel lekker is dat hij volledig remote te bedienen is. Dus met de triggers kun je precies instellen wat het vermogen is. Ik draai makkelijk van 3.6 naar 4.4 en weer terug. Dus je hoeft niet naar je units toe te lopen om te plus en te minnen. Maar op je display, op je camera, kun je precies je modellichten aanzetten. Groepen plus en minnen, onafhankelijke koppen plus en minnen. Dus vanaf je plek hoef je niet steeds naar koppen toe te lopen in het veld om bij te stellen. Omdat het gewoon allemaal vanaf je camera kan gebeuren. Die programma's zijn ook te saven naar je computer. Dat je elke keer als je iets opbouwt weer terug kunt naar je eerste setting. Maar dat is een heel andere video. Gaan we in de toekomst misschien nog een keer doen, want dat is ook wel interessant. En dan is er nog iets super cools waarbij je bij andere merken best wel moet bijbetalen. Of het kan niet eens. En dat is, ik ga het pakken. De lader. De bijgeleverde lader levert dermate genoeg vermogen dat als je besluit om een ELB in de studio te gebruiken, dan kun je gewoon de bijgeleverde lader inprikken en die levert meer vermogen dan dat de ELB gebruikt. Dus je hebt in principe voor binnen een vaste power source zonder dat je een extra accu nodig hebt om te kunnen swappen dat een in de laad staat en de ander aan je flitskop. Nee, je kan met je één accu en ELB set gewoon dagenlang doorwerken door middel van gewoon een standaard bijgeleverde lader in te prikken. En dat is voor mij echt een groot voordeel. Dan kun je de accu's er wel eerst even uitzetten. Heel makkelijk afhalen. Ik heb er ook een paar, want in het veld kun je nergens inprikken. Maar het is gewoon relaxed dat je gewoon de hele dag door kan schieten zonder dat je accu's hoeft te wisselen en dat je geen dure extra powerlader of zo nodig hebt. Dus dat was voor mij ook wel een heel groot voordeel, wat ik eigenlijk pas merkte nadat ik hem had. Want ik was gewend bij andere brands dat ik, ja, als de lader erin hing, dan uiteindelijk was de accu toch leeg, omdat de flitser meer vermogen trok dan dat de lader kon leveren. Dus dat is een goed ding. De kopjes zijn klein, maar door hele mooie ringen van Elichrom zijn ze gewoon te gebruiken op alle lichtvormers die ze hebben. Dus ook de grote softboxen, leitmotifs, alles waar Elichrom op staat kun je ze gewoon opklikken, opschroeven. Dus je zit met een lekker brede range en accessoires die je allemaal kan gebruiken voor je kleine tiny portable ELB 400. Dus dat maakt het ook weer makkelijk met het investeren als je al investering had gedaan in studio spullen die een groot formaat mount hebben. Verder zijn er nog drie soorten koppen. Voor elke kop zijn eigen speciale karakter. Dit is bijvoorbeeld een Pro Head. Dat is een gemiddelde kop die voor de meeste mensen geschikt is. En hij is vrij snel en de flitsduren zijn kort. Je hebt ook nog Action Heads. Dat is als je bijvoorbeeld echt een skier die over een heuvel springt wil bevriezen omdat de flitsduur zo kort is. Dat hoe snel het ook beweegt, het staat gewoon bevroren. En dan heb je ook nog de high speed koppen, die gebruik ik heel graag en dan kun je tot 1/8000ste sinken. Maar ik zal een linkje plaatsen onder deze video waarin je precies de verschillen tussen alle koppen kan lezen, want dat is makkelijker dan dat ik het allemaal uitleg. Daar hebben ze websites voor uitgevonden namelijk. Mocht je vragen hebben of zo of wat dan ook, zet ze gerust hieronder. Ik gebruik het spul nou al een jaar, 2 jaar bijna. Dus dit is ook een soort van mijn ervaring na heel lang de spullen gebruiken. Want ik heb een unboxing gedaan in een eerste video, maar ja, dan is alles nieuw. Maar ik ben er wel zeer over te spreken hoe dit werkt. Ik ben er gewoon heel blij mee. En verder is er niet van toe te voegen. Dus vragen, opmerkingen, wat dan ook, gooi ze gewoon onder in de video en ik beantwoord ze allemaal. Dankjewel voor het kijken. Tot mijn volgende video.